In Oostenrijk had Caroline 10 à 11 bezichtigingen, waarvan ze op drie huizen een bod uitbracht. Zonder succes. Daarop besluit Caroline om haar horizon te verbreden en een huis te zoeken in Italië. Ze heeft al wat op het oog in de aflevering van dinsdag: dan gaan we daar een huis bekijken. Met zwembad en vijf appartementen. Op de foto's ziet het er fantastisch uit. Nu nog even in vervolgens worden er kort wat beelden van het huis getoond. De bezichtiging bevalt zo goed dat Caroline besluit om een bod uit te brengen. Die wordt dit keer wel geaccepteerd, tot haar grote vreugde. Ze belt meteen een vriendin met het verlossende bericht: ik heb nieuws. Het bod is geaccepteerd in. Dat betekent dat Caroline zich dus niet in Oostenrijk, maar in Italië gaat vestigen. Op andere gebieden zou de verhuizing ook nog wel eens verrassend kunnen uitpakken, zo hint Caroline's vriendin op een nieuwe partner. Die moet vast wel in Italië te vinden zijn. Het is de tweede keer dat Caroline te zien is in een televisieprogramma. In het eerste seizoen van BB Vol Liefde leek ze de liefde te vinden bij voetbalcoach Erik, maar lang hield dat niet stand. Als gevolg van de coronaperiode moest Caroline haar bb in Bad Klein Kierheim verkopen en verhuisde ze terug naar Nederland.